Ook op de officiële derde dag van de Summit of the Americas worden er in Los Angeles diverse ontmoetingen gehouden. President Chandrika Prasad Santokhi is er namens Suriname aan het hoofd van een delegatie. Op zijn Facebookpagina zegt het staatshoofd dat vandaag de eerste plenaire sessie wordt voortgezet. Gisteren heeft de president een ontmoeting bijgewoond tussen de Caricomleiders met VS-vicepresident Kamala Harris. Dit gesprek is gevoerd in het kader van de overname van het voorzitterschap van de CARICOM door president Santokhi per 1 juli 2022. Na de officiële bijeenkomsten van de dag heeft president Santokhi samen met First Lady Melissa Santokhi Sinasheri een receptie bijgewoond, welke werd georganiseerd door de Amerikaanse president Joe Biden en First Lady Jill Biden. De leiders hadden de gelegenheid om naast het diner elkaar in informele sfeer te spreken. De president vertoeft tot 15 juni in de Verenigde Staten.